Stanley Bedersen, oud-minister en docent aan de Adekus, is winnaar geworden van de tweede Donner Self-Reliance schrijfwedstrijd. De stichting Don Walter Fonds reikte woensdagavond in de buitensociëteit Het Park de prijzen uit aan de winnaars. Het doel van de schrijfwedstrijd is om de lees- en schrijfvaardigheid in het algemeen in Suriname en in het bijzonder bij de jeugd te bevorderen. De eerste schrijfwedstrijd is gehouden in 2018. Dit jaar waren er 24 inzendingen. Volgens Carlo Jatnanansing, voorzitter van de stichting, was de eerste wedstrijd een groot succes geweest. De eerste wedstrijd was 22 juni 2018 en was een heel groot succes. En werd gewonnen door Willem Goedschalk met het boek Jona. Terwijl er ook prijzen werden uitgereikt aan Maggie Schmelz, Andy Truideman, Eunice Fernand en Kevin Hedley. Zoals afgesproken werd het verhaal van de prijswinnaar op kosten van de stichting, onze stichting dus, in boekvorm uitgegeven. Want dat is eigenlijk misschien een beetje teleurstelling voor alle deelnemers. Maar de fondsen die wij hebben zijn zo beperkt dat wij alleen maar de eerste prijs kunnen uitgeven. Althans op kosten van de stichting. En elke inzender is natuurlijk vrij om dat ook wel op eigen kosten te doen. Bedersen heeft met zijn ingezonden verhaal Een jager verdwenen de hoofdprijs gehaald. De tweede en de derde prijs waren respectievelijk voor Antoinette Simons en Lucien Chenafon. De winnaars zijn bekendgemaakt door Hilde Neus, voorzitter van de jury. Het winnende verhaal voor dit jaar is Een jager verdwenen. Stanley Bedersen, die met deze presentatie 10.000 SAD heeft gewonnen. De titel doet een spannende jongensroman vermoeden, maar is dat niet. Hoofdpersonage is de 22-jarige Jane Dijksteel. Een jonge vrouw die rechten studeert aan de Anton de Kom Universiteit en op het punt staat om haar bachelorthesis te beginnen. Plaats 2, dat is een prijs van 5.000 SRD en is een verhaal van een geheel andere statuur. Berichten uit het verleden van Antoinette Eleonore Simons. Voordat het verhaal begint staan de thema's besproken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de eerste lezing dit had overgeslagen. En hierdoor las ik dit verhaal met stijgende ergernis. De derde plaats, die goed is voor 3000 SRD, gaat naar de doktersstudent. Dit is een familiesaga die aanvangt in Albina en waarin de toon al direct gezet wordt door de schets van een familie die daar handel drijft. Henk gaat naar de Pauderschool in de stad en in de vakantie is hij in het grensplaatsje. Dit is een echt gebeurde verhandeling. En twee juryleden herkenden de familie dan ook. En dat werd bevestigd op de allerlaatste pagina waar de naam is genoemd. Henk is geen dokter geworden, maar zijn kleinzoon Patrick wel. En de auteur is Lucien Chenafon. Dat waren de drie winnaars van de tweede Donner Self-Reliance schrijfwedstrijd 2020. De organisatie heeft dit jaar ook drie aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan schrijvers.